zojuist een brunch gehad over de consequenties die de nieuwe miljoenennota met zich meebrengt. Wat hebben we daar allemaal gezien en gehoord? Nou, wat we daar hebben gedaan is sprekers uitgenodigd die echt het verschil maken in het vak. We hebben een fiscalist gehad die allerlei tips heeft kunnen geven. Maar niet alleen de fiscale tips, maar ook hoe je kan denken over de toekomst en over investeringen. Daarnaast hebben we iemand gehad van de ING-bank. Die had ongelooflijk veel kennis over de markt. Wat eigenlijk altijd een beetje verborgen blijft voor ons. Maar we denken wel eens op een aparte manier over banken en over het financieren. Maar dat heeft hij een heel ander beeld laten zien. En daarnaast hebben wij ook nog iemand gehad die alles over gasvrijheid heeft verteld. Gasvrijheid met de gasten, maar ook je medewerkers. Goed trainen. U heeft zojuist een presentatie gegeven over wat de consequenties zijn van de miljoenennota voor de horeca. Wat zijn de belangrijkste punten die u daarbij verteld hebt? Nou ja, ik heb de link met de miljoenennota was wat lastig. Ja, behalve dan dat misschien het kabinet, zoals anderen vinden, weinig visie heeft, heb ik hier getracht een visie naar de toekomst toe te geven. Gastvrijheid is eigenlijk het geheime wapen van ieder horecabedrijf. Dus zorg ervoor dat je als ondernemer zijnde daarin investeert. Dat we vooral positief naar de markt moeten kijken. We zien dat de markt weer wat aantrekt in de horeca. We moeten onze kansen pakken. Er zijn mogelijkheden zat. We hebben ook heel veel concepten laten zien kansen kunnen zijn, maar ook bedreigingen als je te lang stil blijft zitten. Wat je mijn zinziens voornamelijk ziet, is dat het consumentenvertrouwen wat aan het verbeteren is en dat de horeca daar licht van profiteert. Dat je alleen wel ziet dat voornamelijk prijsgedreven is, dat volume iets achteruit gaat en dat de horeca een enorme concurrentie heeft met het supermarktkanaal. Wat ik heb geprobeerd is om aan te geven waar liggen nou die kansen naar de toekomst toe. Train je mensen, zorg ervoor dat ze eigenlijk in topvorm zijn, eigenlijk als een voetbalteam. Zorg ervoor dat de spelers in topvorm zijn, goed getraind, goed gemotiveerd. En dan zou je zien dat je als ondernemer zijnde met je mooie horecabedrijf, met het gastvrijheidsniveau sky high, dat je gigantische resultaten kan boeken. Wat zijn een paar van die kansen? Nou ja, ik zie die consument gewoon heel erg veranderen. Aan de ene kant meer oudere mensen, maar ook jongeren die anders gaan denken. Constant op internet bezig zijn. Bezit niet meer zo belangrijk vinden, maar duurzaamheid waar producten vandaan komen wel. En als je dan verder kijkt, dan denk ik dat blurring een hele belangrijke is, waarin retail en horeca steeds dieper in elkaar of steeds meer in elkaar overgaan. Nou, dat is natuurlijk een enorme kans voor horeca met hun kennis en hun innovatieve krachten over voedingsproducten. Investeer in een stukje training. Wij hebben dan een uniek gastvrijheidsconcept van Gast is Koning. En wij pakken de hele boel beet. Dus niet alleen even een training. Nee, trainingen gebruiken we. Mystery guest zetten wij in. En als laatste denk ik dat die winkelstraat enorm gaat veranderen. En dat daar een goede mix tussen horeca en tussen retail gewoon heel veel kansen biedt om winkelgebieden aantrekkelijker te maken.